32 innovatieve bedrijven. 1 universiteit, 8000 studenten. Inzet €750. Dit is Made in Overijssel. Welkom bij de allereerste uitzending van Made in Overijssel. Het nieuwe business-to-business programma van TV Oost, waar studenten van de Universiteit Twente en innovaties uit het Overijsselse bedrijfsleven samenkomen. Tijd voor onze computer om de eerste twee studenten te selecteren. Kandidaat 1. De eerste student die gaat strijden voor €750 is René Klaasinga, 21 jaar. René is vierdejaars student industrieel ontwerpen. Binnen deze opleiding hou je je bezig met ontwerpen van consumentenproducten die industrieel gemaakt worden. Hierbij valt te denken aan een totaal nieuw product of een product uitbreiden en optimaliseren. De industrieel ontwerper kijkt ook naar het productieproces en de marketing van het product. Industrieel ontwerpen is daarom een uitdagende brede opleiding. Kandidaat 2. De tweede geselecteerde kandidaat is Marcel Wenting, 20 jaar. Marcel is begonnen aan zijn derde jaar van de opleiding elektrotechniek, waar hij onder andere te maken krijgt met robots, medische apparatuur en radiotelescopen. Waar je ook om je heen kijkt, in de moderne technologie kom je het werk van elektrotechnisch ingenieurs overal tegen. Zij ontwerpen complete elektrotechnische systemen, maar ook de onderdelen daarvan. Wat al die systemen met elkaar gemeen hebben, is dat ze gericht zijn op informatieverwerking. De Universiteit Twente is de ondernemende universiteit. De campus is de uitvalbasis voor ambitieuze ondernemers. Een broedplaats voor gouden ideeën en een bron van wetenschappelijk nieuws. De universiteit heeft dit jaar de aftrap gegeven voor het nieuwe studiejaar. Tijdens de 9 dagen die de introductie duurt, krijgen de nieuwe studenten een beeld van alle mogelijkheden die de universiteit te bieden heeft. René en Marcel zijn naar het universiteitsgebouw De Spiegel gelokt, waar de eerste ontmoeting plaatsvindt. René, Marcel, wat is de bedoeling vandaag? De computer heeft jullie geselecteerd als kandidaten van Made in Overijssel. Dat houdt in dat jullie vandaag €750 kunnen verdienen. De eerste €250 hebben jullie al te pakken, die krijgen jullie van mij cadeau. Maar de andere €500 kunnen jullie verdienen met een aantal opdrachten die jullie moeten doen. Dit zijn opdrachten die gerelateerd zijn aan Overijsselse bedrijven die we vandaag gaan bezoeken. Maar naast dat jullie die opdrachten goed moeten uitvoeren, moeten jullie ook de hele dag jullie ogen en oren goed open houden en alle informatie die jullie krijgen goed opslaan. Want dat kan nog wel eens van pas komen tijdens het finale spel aan het eind van deze dag. We gaan nu naar het eerste bedrijf van vandaag. Hier buiten staat de auto die jullie de hele dag tot jullie beschikking hebben. René, jij lijkt me net een chauffeur. Ik geef de sleutels aan jou. Ik zou zeggen opschieten, dan zie ik jullie zo meteen bij het eerste bedrijf. Het bedrijf waar René en Marcel de eerste €250 kunnen verdienen is Xense Technologies. Xense Technologies is in 2000 opgericht in Enschede, nadat Casper Peters en Per Slikke hun opleiding Technische Natuurkunde aan de Universiteit Twente hebben afgerond. Met Xense starten ze een onderneming die zich gaat specialiseren op inertiële sensortechnologie. De basis voor alle producten is een motion tracker, ter grootte van een luciferdoosje waarin kleine sensoren zitten die hun eigen bewegingen registreren. Het bleek een hit. Inmiddels zijn meer dan 1000 van deze producten de hele wereld over gegaan. Een specifieke markt waarin Xense nu echt doorbreekt is die van de animatie van menselijke bewegingen in de game, reclame en filmindustrie. Hiervoor heeft Xense een speciaal motion capture pak ontwikkeld, waar Marcel en René zometeen mee moeten gaan werken. Stop. Marcel en René, welkom bij Xense Technologies, het eerste innovatieve bedrijf wat jullie vandaag gaan bezoeken. En de eerste innovatie is dit Movenpak.
Dit pak heeft 16 sensoren waarmee menselijke bewegingen worden geregistreerd. Maar ik geef het pak aan jou, want jij zult hem zo meteen aan moeten doen tijdens het eerste spel. Jij staat zo meteen namelijk in een virtueel labyrint in de zaal hiernaast. René, jij neemt zo meteen plaats achter de laptop. Het is de bedoeling dat jij Marcel via de portofoon gaat coachen, zodat hij foutloos binnen 2,5 minuut de uitgang weet te bereiken. Ik zou zeggen, heel veel succes. Marcel en René zijn er klaar voor. Jullie tijd gaat nu in. Oké, Marcel, één pas naar voren. Ja, 90 graden draaien naar links. Ja, naar voren. Ga maar naar voren. Richt naar voren. Ja, dan gaan we verder. En stop maar. 90 graden draaien naar rechts. Ja, iets naar voren. Naar voren, naar voren, naar voren. Oké, je hoofd naar beneden houden nu. Naar hoofd naar beneden houden en naar voren lopen. Ja, en dan mag weer je hoofd omhoog. Ietsje draaien naar rechts. Ja, maar rechtdoor. En stop, 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 stop. Nu 90 graden draaien naar links. Oké, één pas naar voren. Oké, hoofd naar beneden en voeten dus omhoog. Je gaat over een drempeltje heen stappen en je hoofd naar beneden houden. Ja, stop maar. Oké, één pas naar bijna 270 graden draaien naar rechts. En over een drempeltje heen stappen. Je gaat ietsje verder naar links nu. Links draaien. Ja, naar voren. Nee, 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 veel minder. Iets naar rechts. Ja, ja, naar voren. Ja, nu recht naar voren. Oké, stop, 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 stop. 90 graden naar links draaien. Overbuigen en weer over iets heen stappen. 90 graden naar links draaien. Ja, goed zo. Naar voren, naar voren, naar voren. Ja, en stop. 90 graden naar rechts draaien. Hou maar, hou maar. Ja. En nu naar voren. Ja. En naar voren. Ja, en naar voren. We rijden naar springen. Yeah. Ja! Halt! Ging het? Ja, springen. Kom op. Ging goed. Ging goed. Yes! Goed zo, René. We hebben het. Ja, heel goed gedaan. René, hoe deed Marcel het? Ja, hij luisterde goed. Soms heb je natuurlijk een beetje vertekend beeld doordat het bovenaanzicht was. En dat je niet zo goed wist waar hij iemand moest bukken. Maar hij deed het echt supergoed. Hij luisterde gewoon goed en daar ging het om met dit spel. Ja, nou, jullie waren ook ruim binnen de tijd, moet ik zeggen. Je hebt alleen twee keer een poortje geraakt. Dus daarom gaat er 50 euro van jullie 250 euro af. Dat betekent dat jullie 200 euro hebben verdiend met dit spel. Jullie staan nu in totaal op 450 euro. We gaan nu meteen door naar het volgende bedrijf, waar wederom 250 euro te verdienen is. Okay. René en Marcel kunnen hun laatste 250 euro verdienen bij Norit uit Enschede. Norit is een wereldwijd opererend bedrijf met 1500 werknemers en is marktleider als het gaat om de zuivering van innovatieve producten en oplossingen voor het zuiveren van water over de hele wereld. Meer dan 8% van de wereldbevolking, zo'n 500 miljard mensen in 150 landen, gebruikt water dat door Norit gezuiverd wordt. In 2005 introduceerde dit bedrijf uit Enschede de mobiele unit voor waterzuivering, de Perfector E. Deze innovatie, die werkt op basis van membraanfiltratie, kan uit ieder soort zoet oppervlaktewater, zoals een rivier of beek, perfect en betrouwbaar drinkbaar water maken. René, Marcel, welkom bij Norit. Nou, hier staat hij dan. De Perfector E, in levende lijven. Wat is de bedoeling? Jullie moeten zometeen 50 liter water uit deze vijven, wat je dus nog niet kan drinken, zuiveren tot drinkbaar water. Marcel, jij gaat in de auto zitten. Belangrijke tip, de unit zuivert 2000 liter water per uur. Heel veel succes. René, ben jij klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Dan ga je 10 minuten nu in. Oké. Geef me maar instructies. Als eerste de zilveren pomp aan je linkerkant langs het apparaat in het water leggen. Die gaat het water oppompen dus. Licht erin. Oké. Loop nu naar een geel caution gedeelte en doe this daily in het blauwe gedeelte. Ja, ik zie het. Oké, dan moet de sleutel in het midden op on staan.
Ja, staat hij. Dan ga je naar een kast met heel veel schakelaars en één grote blauwe doos. Ik zie dat hier zo niet. Weet je waar misschien moet zit? Je een deurtje open doen. Ja, even open, zeg maar. Je ziet twee schakelaars met in het geel twee stickers erop. Ja, 1F1, 1F2. Dan moet bij 1F1 de rode uit zijn en de zwarte in. Is ook gedaan. Dan zie je een grijze buis. Die buis met die oranje schakelaar erop. Wat moet daarmee gebeuren? Je moet in dezelfde richting als de buis staan. René, even wachten. Komt er water uit? Ja, hij loopt. Zeg maar wanneer komt er water uit, ja. 1, 2, 3. Wil je even meeberekenen dat het weer 1,5 minuut is? Kijk, 2000 liter per uur. We moeten 50 liter hebben. Dat is maar 1/40ste van een uur. Dus als we een tiende nemen, dat is 200 liter in 6 minuten. En daar nog een vierde van, dat is 1,5 minuut. Oké, okay, mooi. Jij houdt er de tijd bij. Hè? Precies zeggen wanneer die stopt en trek hem er gelijk uit. Oké, okay, klaarstaan. Nog 10 seconden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eruit. We zijn nu klaar volgens mij. Het zal nog een spanner. Ik weet niet hoe het is gegaan. Ik heb een glas bij me, dus ik ga eerst even kijken of het water wel echt zuiver is. Even proeven. Smaakt prima. De rest zal ik teruggooien, want anders klopt het niet. Nou, dan komt nu het moment. Exact! 50 liter. Ja, heel knap. Dan kom je nu op €700. Dat is bijna het maximum. Dan wordt het tijd voor het finale spel. Dat is in het Twentse Techniek Museum Heim in Hengelo. Jullie mogen daar vast heen. Dan ga ik de kijkers thuis wat vertellen over de Overijsselse Innovation Awards. Op 19 november zal tijdens een live televisieuitzending op RTV Oost de Overijsselse Innovation Award 2008 worden uitgereikt. Hier in de Horst op de Universiteit Twente zullen 8 genomineerde bedrijven meedingen naar deze prestigieuze prijs. Iedere week stellen wij één van de bedrijven aan u voor. Wij, Scheepswerf Bordewis, bouwen de eerste fuelcelboot. Deze op brandstofcel aangedreven boot zal emissieloos gaan varen. Het schip zal 100 passagiers meenemen iedere dag van het Centraal Station in Amsterdam naar het Shell-kantoor. De steden vragen steeds meer om te letten op de CO2-uitstoot. Het is ook verboden om CO2-uitstoot te doen. Daarom hebben wij de toekomst en daarom is dit een uniek product. Dit product hebben we gemaakt in samenwerking met Alewijnse, MSN en Scheepswerf Bordewis. Scheepswerf Bodewes kent een rijke historie. Met ruim 80 jaar ervaring zijn zij een begrip in de Nederlandse scheepsbouw. We zijn een familiebedrijf. We zitten voornamelijk in scheepsreparatie en de grote ombouwen. En waar we goed in zijn, zijn bijzondere projecten aanpakken. De voorgedragen innovatie is nu nog niet meer dan een lege stalen casco, maar het betreft een primeur op de Nederlandse wateren. De Fuel Cell Boot wordt de eerste waterstofboot van Nederland. De nieuwe boot is een zogenaamd nul-emissievaartuig, wat inhoudt dat er geen enkele uitstoot is van schadelijke stoffen. Hoewel de boot de hele dag op waterstof zou kunnen varen, is waterstof geen energiebron, maar is het een energiedrager, net als een batterij. Daarom zijn er ook nog eens 2000 kilo aan accu's aan boord. De accu's worden opgeladen ook tijdens het varen door de brandstofcel, dus eigenlijk kan de eigenaar kiezen tussen de twee systemen. Wij hebben gezegd dat het een wereldprimeur is en dat menen we ook omdat de techniek die we nu toepassen zal een techniek worden die iedereen wil gebruiken. Er is naast passagiersvaart ook interesse getoond voor vrachtvaart vanuit het buitenland, onder andere Venetië. Ook vanuit de Verenigde Arabische Emiraten is enthousiast gereageerd op de nieuwe groene manier van varen. De eerste fuelcelboot zal over een paar maanden in Hasselt voor het eerste water worden gelaten. Wil je een leefbaar en een schone milieu hebben, dan weet ik zeker dat wij de toekomst zijn. Studenten zijn niet de enigen die wat kunnen winnen met Meet in Overijssel. U namelijk ook. Iedere week verstoppen wij een koffer zoals deze, alleen dan in het klein, hier op de campus van de universiteit.
En de wekelijkse vinder denkt mee naar een schitterende Made in Overijssel scooter. Surf dus snel naar onze website voor meer informatie en voor aanwijzingen waar de koffer iedere week verstopt is. René, Marcel, welkom. We staan hier in het Twentse Techniek Museum Heim in Hengelo. Ik ga jullie zometeen 4 vragen stellen. Wie de meeste vragen goed heeft, die neemt de pot van 700 euro naar huis. De ander wint helemaal niets. Willen jullie allebei plaatsnemen achter jullie desk? Vraag 1. Jullie hebben vandaag de opdracht gehad om 50 liter water te zuiveren met de Perfector E. Als er in een dorpje in donker Afrika 3000 mensen wonen die per dag 5 liter water nodig hebben, hoe lang moet de Perfector E dan per dag zuiveren om te voldoen aan de waterbehoeften van deze bewoners? Tijd is bijna om. Nu een antwoord wil ik zien. Goede antwoord moet zijn 7,5 uur. Heel goed, Marcel, René, helaas 6,5 is niet correct. Vraag 2. Hoeveel sensoren heeft het Movenpak dat ontwikkeld is door Xsense Technologies? Is dat A 16, is dat B 18 of zijn dat C 20 sensoren? Het goede antwoord moet zijn A 16. Jullie hebben hem allebei goed. Vraag nummer 3. Wij staan hier in het Twents Techniek Museum Heim. Sinds 2006 is dit museum gevestigd in de gerestaureerde Wilhelmina School aan de Industriestraat hier in Hengelo. Deze school werd in 1917 gebouwd als bedrijfsschool en HBS. Welk wereldberoemd bedrijf was de grondlegger van deze school? Is dat A. Akzo Nobel, B. Stork of C. Ten Katen? Allebei correct. Antwoord B. Stork moest dat zijn. Door naar de misschien laatste vraag. Die gaat over een bedrijf die meedoet aan de Overijsselse Innovation Award. Bodevis Scheepswerven heeft de eerste boot ontwikkeld die op waterstof vaart. Waar zal deze boot voor het eerst commercieel geëxploiteerd gaan worden? Is dat A. in Hasselt, B. in Amsterdam of C. in Rotterdam? Allebei heel snel geantwoord en allebei goed geantwoord. Dat betekent, Marcel, dat jij de allereerste winnaar bent van deze allereerste Made in Overijssel. Met 4-3 heb je de finale gewonnen. Mag ik jou deze 700 euro die jullie samen bij elkaar verdiend hebben, maar die jij mee naar huis neemt, overhandigen? Dankjewel. Alsjeblieft. Heb je al enig idee wat je ermee gaat doen? Ja, sowieso een rondje weggeven. Hè? Dat lijkt me wel terecht, ja. Dan rest mij niets meer dan u te bedanken voor het kijken. Jullie allebei te bedanken voor jullie bevlogen deelname. Ik hoop dat u volgende week weer kijkt naar Made in Overijssel. Een hele fijne avond. Ciao. Nou, vooral het eerste bedrijf Xsense vond ik, omdat ik elektrotechniek studeer, zeer interessant. Ik kende tenminste wel waar de bedrijven mee bezig waren, maar de naam eraan gekoppeld, dat wist ik dus nog niet. En dat vond ik echt heel zeer interessant om te zien. Ook misschien een toekomstige baan die daar aanwezig is. Volgende week in Made in Overijssel gaan de kandidaten naar bouwbedrijf Temmink en worden ze geïntroduceerd in de wereld van sensoren bij Ambient Systems.